Ja, de twee finalisten van de Benelux Masters. Hilbert. Ja. Eindelijk een titel. Eindelijk, ja, ja, ja. Ze voelt het ook zelf, eindelijk een opluchting. Ja, ja, tuurlijk. Ik bedoel, het voelt fijn dat je keren eindelijk weer alles eruit komt. Vroeger heel goed geweest, nu tijd gestopt geweest. Sinds kort weer aan het darten en nu in één keer ja, gaat alles weer ja, op zijn plek. Finale tegen mijn maatje natuurlijk, Super League samen, competitie samen, ja, dan in één keer voor alles. En we hebben samen goed gerooid en dat we finale tegen elkaar komen is gewoon geweldig, ja. Deze de reden dat je door hem weer bent gaan darten? Ja, of? Door hem ben ik weer aan het darten, ja, dat klopt. Ik wilde wel in mijn team hebben, ja, dat klopt. Ja. Hoe heb je hem weer op de rit gekregen? Nou, ik hoef hem niet op de rit te krijgen, nee. Joh. Die glazen bij laten pakken. Gewoon fanatiek zijn, joh, dat is goed genoeg. Ja. Jij bent wel, is hem op de modus te staan, jij mag toch heen. Daar ben ik blij mee, jongen. Dat was mijn doel vandaag, gewoon weer naar de modus toe. Dat is ja. Wat verwacht je van heel de modus? Want hij gaat twee keer zijn debuut maken zelf. Als hij doet wat hij doet, dan kan hij... Drie keer zelf. Als hij doet wat hij doet, dan kan hij ook gewoon een week winnen. Sowieso. Ga je met dat doel heen? Ja, 100%. 100%. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik ga eerst de Q-school gooien. En ik hoop gewoon dat ik een toolcard ga halen. Zoals ik vandaag zat te gooien, ja, dan moet de toolcard gewoon haalbaar zijn. Als dat niet lukt, heb ik drie keer modus. Ja, ik weet zeker dat ik 100% een keer kan winnen. Zal het niet de eerste keer zijn, dan is het een beetje ervaring opdoen. Zal het wel de tweede keer zijn. Ik weet, ja, gewoon qua kunnen ken ik het gewoon, 100%. Jouw halve finale tegen Plezier was een volproefje. Ja, bijvoorbeeld. Jullie gaan bijna Q-school. Mocht het geen Q-school worden, zien we jou één keer terug op de modus. In ieder geval vanuit de ADC, laat ik het zo zeggen. Ja, vorige keer ook, hè? Ja, vorige keer ook, ja. En jij? Drie keer? Drie keer zelfs. Is dat ontspannen naar Q-school toe gaan, maar zo? Ja, ja, gewoon vertrouwen. Dus gewoon een beetje vertrouwen naar de Q-school. Nou, je ziet gewoon nu de laatste tijd ben je gewoon meer aan het darten richting de Q-school toe. Maar zo'n make-in modus is gewoon, dat is sowieso goed voor je ervaring. En als je daar gewoon je beste spel kan laten zien, dan kan hij ook, dan kan hij daar ook gewoon winnen. Ja. Hoe mooi zou iedereen samen, kan winnen. Of samen toe gaat. Dat, ja, dat zou helemaal mooi zijn, maar ja, het niveau is hoog. Marne, dankjewel. Alsjeblieft.